Welkom allemaal bij de tweede Studium Generale Corona-stijl. We zijn eventjes iets later begonnen, want we werken ook met een livestream. Dus ik zeg ook voor de mensen die elders kijken, welkom bij deze Studium Generale. Maar jullie dus ook welkom hier, met name ook de studenten van Concept, zo spreken jullie het uit, hè? Met wie wij deze avond samen hebben georganiseerd. Dit is de beste dag om deze lezing bij te wonen, want het is de warmste dag, de warmste 15 september die ik ooit heb meegemaakt. Er is een of andere relatie met klimaatverandering, maar wij gaan vanavond horen hoe die relatie precies in elkaar zit. De aanleiding voor deze avond was een heel andere, want dat was namelijk jullie vereniging die naar Australië zou gaan. Maar bosbranden, die maar voortbleven duren, gooiden echt letterlijk roet in het eten. En daar kwam de coronacrisis volgens mij nog overheen, hè Irma? Ja, ja. Dus jullie gaan nog wel, heb ik zo net van jullie gehoord, maar waarschijnlijk volgend jaar mei. Maar ik las ergens dat uit onderzoek is gebleken dat de kans op weer dat bosbranden veroorzaakt in Australië met meer dan 30% is toegenomen. Dat is dus uit wetenschappelijk onderzoek gebleken. En een van die onderzoekers die dat heeft ontdekt is onze spreker van vanavond, Geert-Jan van Oldenborg. Hij werkt als klimaatonderzoeker bij het KNMI. Hij is ook visiting professor of gasthoogleraar in Oxford. En hij vertelde mij zo net dat wat hij nu gaat vertellen de basis zal worden van zijn oratie. Met andere woorden, jullie zijn eigenlijk de proefpersonen daarvoor. Dus ik ben heel benieuwd welke vragen jullie daarover gaan stellen. De mussen vallen vandaag van het dak. Geert-Jan, vertel ons waarom. Dank je. Alsjeblieft, een warm applaus. Ja. Dus ja, mijn specialiteit de laatste 6 jaar ongeveer op het KNMI is proberen de relatie te leggen tussen extreem weer en klimaatverandering. En dit is een beetje een verslag van alles wat we de laatste 6 jaar geleerd hebben over die relaties. En deze foto is van de plas in Reewijk, vlakbij ons om de hoek, waar we lekker aan het zeilen waren en een bui net langs ons heen ging. We hebben een paar druppeltjes gehad, maar het ging net goed. Dus de wereldwijde opwarming, ik neem aan dat iedereen deze grafiek kent. Het wordt warmer op de aarde. Dit is een schatting van de wereldgemiddelde temperatuur. En per jaar, vanaf ongeveer 1880, vanaf 1880 tot vorig jaar, en vooral sinds midden jaren 70 gaat het gewoon met een redelijk constante snelheid omhoog en wordt het gewoon steeds warmer. En als je even kijkt van waar het daar links zit en naar het rechts zit, dan zie je dat we nu ongeveer 1,1, 1,2 graden warmer zijn dan eind 19e eeuw. En daar is een afspraak dat we gaan proberen die opwarming tot 1,5 graden te beperken. Nou, daar is niet zo heel veel marge meer voor over. Die hoge piek daar rechtsboven, de allerhoogste is 2016. En daar is een fenomeen in de tropische stille oceaan, El Niño, die daar toen een duwtje heeft gegeven. De ene hoogste waarde was vorig jaar en het ziet er naar uit dat dit jaar ongeveer even hoog uitkomt. Ondanks dat er geen El Niño is, dus helemaal zonder hulp. Nou, waar komt dat door? Nou, dat is vrij voor de hand liggend. Dat komt door dus de broeikasgassen. Dat kan je gewoon zien aan de vorm van de curve. Dit zijn de metingen van de hoeveelheid broeikasgassen, van CO2 in de atmosfeer. Vanaf 1958 staat er een meetapparatuur op Mauna Loa in Hawaii die dagelijks de hoeveelheid CO2 meet. Dat is de Keeling Curve. De laatste 30, 40 jaar staan er een heleboel meer van dat soort meters verspreid over de hele wereld. Dat is iets nauwkeuriger te meten. Voor de periode daarvoor komt dat uit belletjes in gletsjers en ijskappen en dergelijke. Dan meet je van hoe oud die zijn en dan worden heel voorzichtig die belletjes opengemaakt en gekeken hoeveel CO2 daarin zit. En zo weten we dus hoe dat verloop is gegaan de afgelopen duizenden jaren eigenlijk. Maar ik heb het hier ook vanaf 1880 laten zien. En je ziet dat dit echt volledig overeenstemt. En je kan op het oog al zien dat daar hoogstwaarschijnlijk wel een oorzakelijk verband tussen zit. Dat is niet alleen maar gewoon op het oog twee curves die op elkaar lijken. De theorie hierachter is eigenlijk al stokoud. En de jaren 70 al helemaal doorgerekend. En
Een keer lag ik met griep op bed en zat ik een beetje random te googlen op mijn iPhone. En toen kwam ik dit artikel tegen uit 1981, wat ik echt wel heel boeiend vond. Dat was uit de tijd dat je nog je grafieken maakte met van die rubberen linealen. Mensen met grijze haren kennen die misschien nog wel. Had je van die flexibele linealen waar je dan uit de hand van die mooie curves uit kon trekken. Dus je moet niet denken dat dat rechtstreeks computeruitvoer was, want die had je in die tijd nog niet. Dat werd gewoon vrij geïnterpreteerd, zullen we maar zeggen. Maar Jim Henson heeft toen een artikel geschreven in 1981, waaraan hij dus onder andere projecties maakte van de temperatuurverloop in de toekomst. En het indrukwekkende hier is dat zijn observaties, die lopen hier tot 1980, dat zijn die stippeltjes hier, die laten nog geen enkele stijging zien. Maar de theorie achter het verband tussen CO2 en dat broeikaseffect is zo duidelijk en zo sterk dat hij geen enkele aarzeling had om te zeggen van ja, als die CO2-concentratie verder omhoog gaat, dan gaat de temperatuur ook omhoog. Dus dit is wat ik voorspel. Nou, het was natuurlijk een flauwtje van een cent om even de linkeronderhoek uit te vergroten en de metingen van de afgelopen 40 jaar eroverheen te plakken. Science by PowerPoint, ik weet niet of jullie die term kennen. Dat is dat je op de PowerPoint-slides eventjes de 0 en de 1 bovenop elkaar zet en de 1950 en de 2000 op elkaar zet. Ik geloof dat ik het goed gedaan heb. En dan zie je dat dat toch heel netjes is uitgekomen. Ja, hij zat er 30% naast, maar met de primitieve computermodellen en middelen die hij in 1980 had, vind ik dat toch een hele nette overeenstemming. En dit is eigenlijk allemaal heel oud. En het gekke is natuurlijk dat in de jaren 80, 90, begin jaren 90, was er ook een grote overeenstemming onder wetenschappers en beleidsmakers dat dit een probleem zou worden en dat er wat aan gedaan moet worden. Er zijn allemaal documenten van oliemaatschappijen die dat ook keurig aanwijzen. En toen eind jaren 90 hebben de oliemaatschappij en de kolenmaatschappij besloten dat het toch iets te duur ging worden. En zijn dus een hele grote campagne van leugens begonnen om dat maar tegen te houden. En dat hebben ze 20 jaar keurig tegen weten te houden, dat er actie ondernomen werd. Want Jim Henson ging er dus vanuit dat in eind jaren 90 die stijging significant zou zijn. En dat er actie zou worden ondernomen. Dat is dus niet gebeurd. De man is een beetje verbitterd geworden. Hij is nu behoorlijk activistisch. Dat kan ik me ergens ook wel voorstellen. Maar ja, zoals ik al zei, echt nieuw is dit allemaal niet. Maar de opwarming is ook niet uniform over de hele wereld. Dus 1,2 graden wereldwijd gemiddeld wil niet zeggen dat elke plek op de aarde 1,2 graden warmer is geworden. Je ziet hier de opwarming als veelvoud van de wereldgemiddelde opwarming. Dus 1 betekent precies even hard als wereldgemiddeld. 2 betekent 2 keer zo hard. 2,5, die donkerste, is meer dan 2,5 keer zo hard. Dus 3 keer zo hard. En het Noordpoolgebied warmt dus 3 keer zo hard op als het wereldgemiddelde. Het is eigenlijk nog een beetje erger, want in de zomer warmt het helemaal niet zo hard op. In de winter is het 5 à 6 keer zo snel als de wereldwijde opwarming. Dit noemen we een mooi woord voor, dat heet Arctic Amplification. En ik heb zelfs een animatie die het doet in een presentatie. De reden daarvoor, er zijn twee redenen voor. De eerste is heel erg simpel. Namelijk dat er zit nogal wat sneeuw en ijs in dat gebied. En als het warmer wordt, dan smelt de sneeuw en smelt het ijs. En in plaats van een witte oppervlakte, wat het zonlicht terugkaatst, krijg je dan een bruine oppervlakte, wat het zonlicht absorbeert. En dan krijg je extra opwarming. Ja, redelijk logisch. De andere reden is wat ingewikkelder. Dat is dat er meer waterdamp in de lucht komt als het warmer wordt en er meer open water is. En waterdamp is ook een broeikasgas. En dat warmt het Noordpoolgebied verderop. En dat is, nou ja, op Spitsbergen zijn de temperaturen nu gewoon in de winter dus tussen de 6 en de 10 graden warmer dan ze waren. En dat is echt een gigantisch verschil. Wat je ook opvalt misschien, als je kijkt naar Afrika, Zuid-Amerika, Australië, is dat de continenten sneller opwarmen dan de zee. En dat heeft ook een naam, Cold Oceans Warm Land. En daar is ook een hele goede reden voor. Dat is dat het broeikaseffect zich eigenlijk op 5 kilometer hoogte afspeelt. Want dat is de hoogte waar de warmtestraling van de aarde naar het heelal kan ontsnappen. De CO2-concentratie en waterdampconcentraties beneden aan de grond zijn zo hoog dat het een soort mist is, waardoor het allemaal scattert, scattert, scattert. En op 5 kilometer kan het eindelijk naar buiten. En op 5 kilometer hoogte heb je dus ook het evenwicht tussen de inkomende straling van de zon en de uitgaande straling van de warmtestraling. En daar is het min 15 graden. En dat klopt precies als je alle natuurkundewetten erin zet. Zo warm zou de aarde zijn als we geen atmosfeer hadden. We hebben wel een atmosfeer. En daarom is dat niet aan de oppervlakte, maar op 5 kilometer hoogte. En hoeveel dat dan aan de grond uitwerkt, dat hangt er vanaf hoe vochtig je atmosfeer is. En hoe droger het is, hoe harder het opwarmt. En dan zie je dus ook de woestijnen gemiddeld iets harder opwarmen dan de andere gebieden. En dus de zee wat minder hard dan het land.
Dus 1,5 graad opwarming of 2 graden opwarming, die doelen voor de wereldgemiddelde temperatuur, dat wil niet zeggen dat in Nederland ook zoveel opwarmt. Want in Nederland, kan je daar zien, warmt ongeveer 2 keer zo snel op als het wereldgemiddelde. Als wij dus ertoe in slagen om de opwarming tot 2 graden te beperken, dan zal het hier 4 graden warmer worden. Dan is er nog een heel grappig iets, vind ik tenminste grappig, interessant, dat is dat gat. De warming hole noemen we dat. Dat is een stuk met heel weinig opwarming boven de Noord-Atlantische Oceaan. En hier hebben jullie vast van gehoord, dit is het afnemen van wat de warme golfstroom wordt genoemd in de populaire media. Er wordt al vaak gezegd dat het dan hier kouder gaat worden, omdat die stroming in de Noord-Atlantische Oceaan stil gaat vallen. Nou, die is dus al langzaam aan het afnemen. En omdat die langzaam afneemt, komt er minder warm water naar het noorden daar. En er is dus een gebied daar op de Noord-Atlantische Oceaan, wat eigenlijk gewoon niet opwarmt of heel weinig opwarmt. Het enige is dat wij dus, het niet bij ons komt. Dus we hebben er geen last van. En bij ons warmt het dus wel vrolijk op. Het heeft wel effecten in de zomer, denken we. We denken dat koude water daar meer kans geeft op zonnige, warme zomers bij ons. Dus wat dat betreft is het wel een positief iets eigenlijk. Maar ja, dit is allemaal gemiddeld weer. En gemiddeld weer is heel boeiend en leuk en daar kan je hard aan rekenen. Maar waar mensen het meeste last van hebben, is toch meestal extreem weer. Vroeger had ik er staan dat het altijd belangrijker was dan het gemiddelde. Maar toen kwam ik een collega op een workshop tegen van Deltares. En die zei dat het ongelooflijk vervelend is als je huis met elk springtij onderloopt. En dat dus ook het gemiddelde zeespiegelstijging heel vervelend kan zijn. En dan moest ik hem gelijk geven. Er zijn gebieden in Florida en bijvoorbeeld die elk springtij de hele buurt onderloopt. En dat is geen extreem weer en toch heel vervelend. Dus ik heb er toch maar van gemaakt dat de extremen vaak belangrijker zijn dan het gemiddelde. En de rest van deze lezing wilde ik dus eigenlijk dit rijtje van extremen afgaan. Koude golven, sneeuw, hittegolven, zomerbuien, winterneerslag, droogte, bosbranden, orkanen. Heeft iemand nog een ander verzoeknummer? Ik dacht dat ik hier toch wel een heleboel van wat we hier aan extreem weer hebben. Ja, tornado's niet, maar die zijn er gewoon te klein. Daar kan je niks aan doen. Daar valt niet aan te rekenen nog op dit moment. Oké, beginnen we met de koude golven. Hier weer zo'n plaatje van de opwarming van koude golven als veelvoud van de wereldgemiddelde temperatuur. En let wel, de schaal gaat hier van -5 naar +5. Die vorige ging naar 2,5, deze gaat tot 5. Dus die donkerste kleuren daar is 5 keer zo snel opwarming als de wereldgemiddelde temperatuur. En als maat voor de koude golf heb ik hier de koudste ochtend van het jaar genomen. Dus je weet dat de temperatuur is het laagste net na zonsondergang. Want de hele nacht is het aan het afkoelen geweest. En als de zon gaat schijnen, dan gaat het weer opwarmen. Maar dat is natuurlijk een klein diepje dat de zon nog maar net boven de horizon staat en het nog steeds afkoelt. Dus net na zonsopgang heb je de koudste momenten. Dus dit is de koudste temperatuur die gemeten wordt van het jaar. En dan zie je dus dat eigenlijk heel mooi uniform opwarmt. Misschien dat ik hier nog een laserpointer heb. Ja, dus hier vooral in Noord-Amerika en Siberië. Zie je dat eigenlijk overal tussen de 3 en 5 keer zo snel als de wereldgemiddelde temperatuur opwarmt. En dat die koudste ochtenden dus eigenlijk heel veel minder koud worden. Ja, het is natuurlijk nog steeds Siberië, dus nog steeds -30. Maar met 1,2 graden wereldwijde opwarming, keer 3 tot 5, heb je daar dus al gauw 4 tot 6 graden minder koude ochtenden dan je vroeger had. In andere gebieden zoals Australië, waar je dus geen sneeuw hebt, daar is het veel meer in de buurt van 1 en veel normaler. Maar juist boven sneeuw zie je die hele sterke opwarming. En daar hebben we ook een klein probleempje, want we proberen dit soort dingen te verklaren met klimaatmodellen. Klimaatmodellen zijn wiskundige representaties van natuurwetten van hoe het weer werkt. In feite gewoon precies hetzelfde model als een weermodel waarmee we het weer voor morgen of voor 10 dagen vooruit voorspellen. En die hebben dus een probleempje met die sneeuw. Want boven sneeuw koelt waanzinnig af. Sneeuw is wit, reflecteert zonnestraling. Maar sneeuw is ook een hele efficiënte straler voor warmtestraler. Straling. En het wordt dus vlak boven sneeuw heel erg koud. Maar een paar meter hoger kan dat al een paar graden warmer zijn. Dat gaat ontzettend snel. En als je daar een heuveltje op loopt in Siberië van 50 meter hoog, dan ben je zo 10, 20 graden warmer. Of minder koud, moet ik zeggen, want het is nog steeds berenkoud daar natuurlijk. En het probleem is dat die modellen, die hebben absoluut geen roosterpunten daar. Die hebben absoluut de resolutie niet, het oplossend vermogen om dat soort processen goed te kunnen simuleren. Dat weten we ook. En daarom zijn we niet verbaasd dat ze het niet goed doen, maar ze doen het niet zo goed.
Dat is een beetje jammer, want dan kunnen we dus ook de toekomst veel minder goed voorspellen in die gebieden. Omdat we dus de noodzakelijke fysische processen nog niet goed in die modellen kunnen vangen. Maar dit is mooi een uniforme of een hele sterke, maar weinig echte grote verrassingen. En het gekke is natuurlijk dat er in Amerika mensen waren die bij elke koude golf zeiden van oh ja, maar dat is ook Bruikhaus effect, want daardoor worden koude golven juist extremer. En dat is politiek heel erg praktisch, maar het is gewoon niet waar. Koude golven warmen in de Verenigde Staten net zo hard op als nou ja, zelfs veel harder op dan het gemiddelde klimaat. En ik noem het maar de convenient falsehood, in plaats van de inconvenient truth van Al Gore. En we hadden een artikel nodig om dat te laten zien. Dus ik heb een van mijn saaiste artikelen ooit geschreven vorig jaar, waarin ik keurig laat zien dat inderdaad de hele wereld koude golven opwarmen. Dan kan je je voorstellen dat sneeuw ook afneemt gemiddeld. Dit is een studie naar de sneeuw 3 jaar terug. In 2017 hadden we nog wel ineens weer wat sneeuw in Nederland. Daar schrok iedereen vreselijk van. Iedereen was vergeten hoe sneeuw eruit zag. Niet helemaal natuurlijk, want in 2009 en 2010, dat zijn deze jaren hier, lag er ook behoorlijk wat sneeuw in Nederland. En ik heb gewoon uitgerekend hoeveel gemiddeld millimeter sneeuw er gemiddeld over Nederland zit. Dus dan kan je of een klein stukje heel veel sneeuw hebben, of een groter gebied een beetje sneeuw. Dat leek me een goede maat voor hoeveel problemen je op de snelwegen had. En daar heb ik volgens de regelen der kunst een mooie curve doorheen gefit. En dan zie ik tot mijn verbazing dat de hoeveelheid sneeuw in Nederland, ondanks deze paar jaren toen, in 2008, 2009, 2010, is de hoeveelheid sneeuw gemiddeld toch met ongeveer een factor 3 afgenomen sinds de jaren 50. Ze hebben veel minder grote sneeuw-events dan we in de jaren 50 en 60 hadden. En iedereen die wel de filmpjes heeft gezien van 1963 of 1962, wat was het ook weer dat jaar met de Elfstedentocht? Die 84 en 85, die heb ik nog gezien. Toen was ik promovendus. Toen zaten we met z'n allen bij de koffiemotomaat naar de televisie te kijken in plaats van te promoveren. Maar de hoeveelheid sneeuw in Nederland is dus dramatisch afgenomen de laatste 70 jaar. Wat ook niet helemaal verrassend is als de aarde opwarmt en Nederland opwarmt en je dus minder sneeuw hebt. Het is niet overal zo. Ja, dit is een publicatie van een collega van me, Joke de Vries. Dit is een modelprojectie, dus dit zijn geen waarnemingen. En je ziet dat de meeste gebieden waar neemt de sneeuw inderdaad af. En alle gebieden vooral waar de sneeuw gelimiteerd wordt door de kou. Waar het dus eigenlijk meestal niet koud genoeg is voor sneeuw. Soms wordt het wel koud en sneeuwt het er. Als de aarde opwarmt wordt het minder vaak zo koud dat het gaat sneeuwen. En heb je dus veel minder sneeuw. Of minder sneeuw en in de gebieden waar het echt marginaal is, zoals hier in West-Frankrijk, heel veel minder sneeuw. Maar er zijn uitzonderingen. Als je kijkt naar het Hooggebergte in de Alpen of naar Scandinavië, daar is het 's winters zo koud dat je altijd wel geen regen hebt, maar sneeuw hebt. Omdat het gewoon echt koud is. En dan krijg je een ander mechanisme, dat warmere lucht kan meer vocht bevatten dan koudere lucht. En dus als je van min 20 naar min 10 gaat, of van min 15 naar min 10 graden, dan kan er meer vocht in de lucht zitten. En krijg je dus meer sneeuw, kan je meer sneeuwval krijgen. En krijg je een toename van de hoeveelheid sneeuw. Dus in het Hooggebergte en in het hoge noorden, en ook bijvoorbeeld in Moskou. In Moskou zie je heel duidelijk in de metingen dat er een toename is van de hoeveelheid sneeuw. En dat komt omdat het daar in de winter bijna altijd zo koud is dat je geen regen krijgt, maar sneeuw. En omdat het er niet zo heel erg koud is als vroeger, kan je dus meer vocht hebben, krijg je meer sneeuwval. En dan heb je een toename van de hoeveelheid sneeuw in Moskou. Afgelopen zomer was heel speciaal, want toen is bijna alle dagen, afgelopen winter kwam bijna alle dagen, kwam de temperatuur boven nul in Moskou. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Mijn vriend die woont daar en die was echt stom verbaasd van dit kan niet, dit is Moskou winter, dan hoort het niet elke dag te dooien. Maar ja, de wereld warmt op en we krijgen gewoon nieuw weer en we moeten eraan wennen. Ja, net zoals vandaag in Nederland, dat hoort ook niet in september, dit soort weer. Ik moest gisteren mijn slides al inleveren, dus ik kon het niet erin zetten, maar anders had ik het er wel even bijgezet. Hittegolven. Nou, je zou zeggen, hittegolven zijn makkelijk. De wereld warmt op, de zomers warmen op, hittegolven warmen op. Waarom niet? En dan maak je hetzelfde soort kaartje als met voor de koude golven, behalve dat je nu weer van 2,5 tot 2,5 loopt, want ze zijn minder extreem. En dan zie je hier ineens dat er een heel groot gebied is waar de warmste middag van het jaar, want dat is mijn maat voor de hittegolf, is afgekoeld over de laatste 120 jaar en niet warmer geworden. En dat hoort niet. Tenminste, hoort niet. Het is wel zo. En waarom is dat dan zo?
Nou, gelukkig hebben collega's van mij daarnaar gekeken. En ja, in de jaren 30 had je daar de Dust Bowl. De Dust Bowl was de tijd dat de boeren daar de prairies omploegden. En die werd van heel lichtgeelig, werd die ineens heel erg donkere bodem, die veel meer warmte absorbeerde, qua kleur, qua zonnestraling. En het werd er veel droger. En die droogte, die gaf dus dat al wat stof. En toen zijn er hittegolven geweest, die nog steeds niet overtroffen zijn. En omdat je dus in de jaren 30 dus al die afgrijzelijke hitte had en droogte en stofstormen. En die heb je nu niet meer, want nu wordt het geïrrigeerd en wordt het, gaan ze beter om met de bodem. Heb je daar dus een negatieve trend van 1900 tot nu. Het tweede factor daar, zegt mijn Amerikaanse collega, of een Amerikaan, is irrigatie. Je hebt dus in dit gebied hier, ten westen van de Mississippi, heb je al, als je daar overheen vliegt naar Los Angeles, dan zie je al die mooie cirkels met sproeiers die daar de boel irrigeren. En dat water verdampt en dat komt 100 kilometer verder weer als regen naar de grond. En dat verdampt weer en dat komt een paar honderd kilometer verder weer als regen naar de grond. En dat houdt het dus stroomafwaarts van de irrigatiegebieden ook vochtiger. En daardoor wordt het minder warm. Er zijn publicaties over die zeggen dat dat een belangrijk effect is. Ik heb het zelf nooit nagerekend, moet ik zeggen. Aan de andere kant, ik heb hier in Noordwest-Europa, zie je allemaal 2,5 waarden. Dat het dus een heel stuk warmer, sneller opwarmt dan de wereldgemiddelde temperatuur. Als je naar Nederland kijkt, dan is het ongeveer 3 graden warmer geworden in hittegolven. Dat vind ik best veel. Dat wil zeggen dat je dus, vorig jaar toen het 37 graden werd, 37,5 graden in de beeld. Dan zou het dus een verschil maken tussen 34 graden en 37 graden. Nou, dat is een verschil wat je gewoon voelt als je naar buiten gaat. Toen in de jaren 90, toen ik begon met dit werken in dit vakgebied, toen was global warming was iets heel abstracts. Dat was jaargemiddelde, wereldgemiddelde temperatuur van een paar tiende graden. Dat was echt heel ver weg van je gevoel. En nu loop ik naar buiten en voel ik gewoon het verschil. Dat is in 25 jaar zo gigantisch veranderd. Maar een klein probleem is dat we dus absoluut niet begrijpen waarom het zo hard gaat. Onze klimaatmodellen zeggen dat het 1,5 graad had moeten opwarmen. En het is 3 graden opgewarmd. En ja, die factor 2, die weten we dus niet waar die vandaan komt. En het staat nog op mijn to-do-lijstje dat ik dat een keer moet uitzoeken, maar dat staat al 2 jaar op. En ze vinden allemaal mooie bureaucratische beslommeringen waardoor ik dat niet mag doen. Plus de Australische bushfires, moet ik erbij zeggen. Die heb ik ook nog geanalyseerd. Het heeft me ook een behoorlijke hoeveelheid tijd gekost. In Australië trouwens, daar kwamen we dus precies hetzelfde probleem tegen. Dat daar de opwarming veel sneller ging dan de modellen voorspelden. Dat is helemaal niet algemeen. Dat is alleen maar in die twee plekken. En we moeten dus een mechanisme vinden dat wat daar al werkt en op andere plekken niet. En we weten dus op dit moment niet wat het is. En dat heet onderzoek, dat je dat nog niet weet en dat je probeert erachter te komen. Je ziet ook een probleem wat we hebben in dit onderzoek is dat we lange meetreeksen eigenlijk alleen maar hebben hier in Noord-Amerika, Europa, Azië en Australië en Zuid-Afrika. Dus als we nog verder willen kijken, moeten we toch eigenlijk een beetje bescheidener zijn. Dus ik kijk hier vanaf 1970. Dan heb je ook wat reeksen uit andere uit tropische gebieden. En een van de dingen die dan opvalt, is dat in India er geen trend in hittegolven is, in temperatuur. En dat komt, daar hebben we dus ook uitgebreid naar gekeken, en dat komt door enerzijds irrigatie. Dus hoe meer water je daar omhoog pompt om de velden te besproeien, dat water verdampt en dat houdt het koel. En anderzijds heb je natuurlijk een gigantische toename van de luchtvervuiling daar. Als je de brown cloud boven India is beroemd en berucht. En die houdt veel zonlicht tegen en dat wordt steeds erger en daardoor neemt de temperatuur ook niet toe. Dan kan je ook heel leuk zien trouwens wat voor stammenstrijd er in de wetenschap is. Want de mensen, de stralingsmensen en de satellietmensen die zeggen ja, het is allemaal die luchtvervuiling, want dat hebben we allemaal keurig gemeten. En de meer landbouwkundige mensen en de oppervlakte, de hydrologen en zo, die zeggen ja, het is allemaal irrigatie. En ze zeggen allebei dat het 100% van het effect verklaart. Dus één van de twee of allebei moeten overdrijven, want meer dan 100% hoeven we echt niet te verklaren. Dus de warmste middag van het jaar is een heel stuk ingewikkelder dan je zou denken. En dat komt gewoon omdat hitte heel erg afhangt van die lokale factoren. Van hoeveel water is er beschikbaar om te verdampen? Hoeveel wind is er voor ventilatie? Zijn er steden in de buurt? Hoeveel luchtvervuiling is er? Al dat soort ongein.
En daardoor maakt het gewoon heel veel moeilijker dan koude golven, waar het meestal hard waait en overal dezelfde temperatuur is en het niet zo afhankelijk is van de lokale factoren. Aan de andere kant, hittegolven zijn dodelijk. We weten niet hoeveel, maar in Nederland zijn afgelopen zomer bij de hittegolf 400 mensen extra overleden. In 2006 waren dat er 1000. Toen kwamen de top 10 van de meest ernstige natuurrampen van dat jaar terecht van het Rode Kruis. Toen schrokken een paar mensen heel erg. En toen zijn er hitteplannen opgesteld en dat soort dingen om mensen te beschermen. Toen is het aantal doden per graad is meer dan gehalveerd, ongeveer factor 2, 3 teruggebracht. Dus dat werkt wel. Het kan nog beter. En ook in India, het Rode Kruis, met wie ik dus heel veel samenwerk, die hebben daar in de grote steden die plannen lopen. En als het weer heel erg heet wordt, dat mensen naar koele ruimtes worden gebracht en dat ze water uitdelen, drinkwater en dat soort dingen. En dat schijnt gewoon ongelooflijk veel mensenlevens te redden. Maar ik weet heel zeker dat bijvoorbeeld hier in de Sahel, waar je dus voor het regenseizoen echt gigantisch hoge temperaturen hebt, als je daar een paar graden bij doet, en die mensen wonen in vrij wrakke huisjes zonder veel bescherming tegen de hitte. Ik durf te wedden dat daar ontzettend veel doden vallen door de hitte, maar niemand weet hoeveel, want niemand houdt het bij. En als je het allemaal bij elkaar optelt, er zijn mensen die beweren dat hittegolven de meest dodelijke natuurramp in de wereld zijn. Dodelijker dan landverschuivingen, orkanen, aardbevingen of vulkaanuitbarstingen, alles. Hittegolven zijn echt heel gemeen. Maar je merkt het niet. Mensen gaan gewoon rustig in hun eigen huis dood, worden niet geteld. Er is geen grote kop in de krant, duizenden doden bij, puntje, puntje, puntje. Maar zelfs in Europa vallen er dus duizenden doden als er hitte is. Ja, misschien in september nu niet, maar in de zomer wel. Even kijken. Nee, die. Dus hittegolven, zoals ik al zei, je zou verwachten dat dat heel simpel is. Dat ze gewoon toe moeten nemen als de aarde opwarmt, maar zo werkt het niet. Wat ook heel lastig is, dat je, als je naar de temperatuurverdeling kijkt, wiskundig gezien, dan heeft die verdeling een bovengrens. Dus voor de kenners onder u, de PDF is 0 boven bepaalde waarden. En als je dan kansen wil uitrekenen, dan ga je door 0 delen en oneindigheden krijgen en al dat soort vervelende dingen. En het is dus een behoorlijke uitdaging om die dingen goed door te rekenen en daar zinvolle dingen over te zeggen. Zomerbuien. Dat is iets wat de laatste tijd ook heel erg opvalt in Nederland, dat onze zomerbuien echt heel veel heviger geworden zijn. Ik heb hier een foto van een tuin van een vriend van me in het gehucht Tempel in Zuid-Holland. Jullie wel bekend, uiteraard. En daar zit dat een oude verveningspolder, 5 meter onder de zeespiegel, het laagste punt van de omgeving, een van de laagste polders van Nederland. En in 2018, de hele droge zomer, was er 1 onweersbui hier boven Schiphol. En die trok naar het zuiden en die heeft boven Tempel 130 tot 150 millimeter laten vallen. En dat stroomde allemaal diepe polder in. En zijn tuin liep dus helemaal onder. Gelukkig stond zijn huis een pietske hoger, dus dat ging net goed. Het enige wat er mis is gegaan is dat de tomatenoogst verloren is gegaan. En dat de kleinkinderen een fantastisch leuke tijd hebben gehad. Maar iedereen, alle boeren en rioolbeheerders en andere mensen zullen je vertellen, ja, die dingen zijn echt duidelijk heviger geworden dan ze vroeger waren. Gewoon, dat merk je als je naar buiten kijkt. Ook nogmaals, van 20 jaar geleden was dat allemaal heel abstract en tegenwoordig merk je het gewoon. En het soort plaatjes zoals we hier maken zijn dit soort plaatjes. En die zijn heel technisch, maar dit is een technische universiteit, of was dat vroeger in ieder geval. Dus ik dacht dat ik het wel kon doen. Wat dit soort plaatjes vinden ingenieurs fantastisch. Op de horizontale as hier is wat we de herhalingstijd noemen. En dat is gewoon 1 gedeelte de kans dat iets elk jaar gebeurt. Dus 100 betekent 1% kans per jaar, 1000 betekent 0,1% kans per jaar, 10.000 0,01%, et cetera. En dan verticaal zeg je van hoeveel millimeter dan op een dag valt. Dus ik heb hier even een fictieve gebeurtenis genomen die eens in 100 keer voorkwam. En het blauwe hier is het klimaat van 1900 en het rode hier is het klimaat van nu. En dat haal ik op een of andere statistische wijze uit. En mensen die de details willen weten, die kunnen me dat vragen. Maar daar ga ik jullie eventjes niet mee bemoeien. Dat is extreme waardestatistiek. En dat is een heel leuk stukje statistiek die heel nuttig is voor dit soort dingen. Maar je kan dus gewoon 2 curves trekken. Eentje voor het klimaat van nu en eentje voor het klimaat van toen. En dan kan je op 2 manieren naar kijken. Je kan ook zeggen, je kan of zeggen van wat vroeger dus eens in 100 jaar voorkwam. Dat komt nu eens in de, 20 jaar voor. Dus 5 keer vaker. En dat is best een groot verschil. Je kan ook verticaal kijken en zeggen, ja, die bui die dus nu eens in de 20 jaar voorkwam, kan je vergelijken met een bui die eens in de 20 jaar voorkwam in 1900. En die had 20% minder regen of niet 20% meer regen.
Dus extreme buien zijn ongeveer 20% in intensiteit toegenomen in Nederland over de laatste 120 jaar. En dat is veel. Dat is gewoon echt veel. En ja, mensen die riolen ontwerpen, die moeten daar gewoon rekening mee houden ondertussen. Dat er gewoon meer water per uur of per paar uur, want dit zijn allemaal buien die in een paar uur vallen, naar beneden komt en dat afgevoerd moet worden. En de boeren merken het ook gewoon, dat er meer water in één keer naar beneden komt. En je kan hetzelfde doen trouwens voor winterextremen. Maar winterextremen, dan heb je dus van die grootschalige frontneerslag. Dat is niet van één onweersbui, maar dat is echt over heel Nederland. Dus ik heb hier even over heel Nederland gemiddeld voor het gemak. En dan hetzelfde soort grafiek, alleen zie je dat het hier 30% verschil maakt. Echt heel veel. Dus in de winter zijn de extremen van grootschalige neerslag ontzettend veel toegenomen. Er valt nu veel meer neerslag dan vroeger. En dat zie je trouwens al, een heel leuk project van een stel mensen van de Universiteit van Amsterdam een paar jaar terug. Die hadden allemaal oude bosatlas opgenomen, een stapeltje genomen. En daar de kaartjes van de hoeveelheid regen in Nederland gedigitaliseerd en naast elkaar gelegd. En dan kan je gewoon in de bosatlas kan je al zien dat dus de hoeveelheid regen in de winter in Nederland ontzettend is toegenomen. Gewoon door de bosatlas van 1900, van 1920, van 1930 acht naast elkaar te leggen. Nou, ik heb zelf zo'n stapel oude atlassen thuis, dus dat vond ik een heel erg leuk project. Dat is een hele grote toename. Dus ook de extremen in de winter, die dus grootschaliger zijn en overstromingen in de rivieren zouden kunnen veroorzaken, die zijn heel veel toegenomen over de afgelopen eeuw in de waarnemingen. Het grappige is, als je kijkt naar de afvoer van de Rijn, daar zit er geen enkele trend in. Nou is dat natuurlijk niet alleen maar regen, daar zitten een heleboel andere dingen in. Eén daarvan is sneeuwsmelten. De manier om heel veel water naar beneden te krijgen in de Rijn is eerst 2 weken sneeuw in het Middelgebergte laten vallen. En dan met een lekkere westenwind, goede warme regen erbovenop. En dat komt allemaal tegelijk de rivier in. Dat is het recept voor een goede overstroming op de Rijn. Maar je kan voorstellen dat als het dus warmer wordt, dan komt er dus minder, heb je minder vaak dat er veel sneeuw in het Middelgebergte in Duitsland komt. En heb je dus minder kans op echt een hele hoge waterstand in de Rijn. Bovendien wordt het natuurlijk aan alle kanten gesleuteld en geknutseld aan de Rijn. Dus dat zit hier ook allemaal in. En jullie weten trouwens, kennen jullie het verhaal van de sterkte van de dijken van Nederland? Dat is een mooie wet, die zei dat de dijken eens in de 1250 jaar mochten doorgaan. Dus dan heb je hoe doe je dat? Je neemt de waarneming of tot nu toe, dat is een 100 jaar waarneming, en dat extrapoleer je naar rechtsboven. En dan zeg je, nou dat is hoe hoog de dijken moeten zijn. Maar ja, wat natuurlijk niet was meegenomen, is dat de Duitsers hebben ook een wet. En de Duitsers hebben een wet dat de dijken eens in de 300 jaar mogen overgaan. Dus als er ineens in 500 jaar overstroming naar beneden komt, hoeveelheid water, dan komt die nooit in Nederland terecht. Want in het Roergebied, dan gaat die over de dijk heen, hè, gaat rechtsaf de rivier uit en komt nooit bij ons terecht. Dus het Nederlandse beleid zou niet moeten zijn om de dijken te verhogen, maar om de Duitsers ervan te overtuigen dat ze hun normen niet hoger maken. En de Nederlanders hebben er trouwens voor betaald. Die hebben dus een hogere dijk dan de Duitsers. En op de grens hier, een beetje ten zuiden van hier, daar zou dus zo een stuk zijn. Dat is natuurlijk onzin. Dus de Nederlanders hebben het stuk in Duitsland horizontaal doorgetrokken tot waar de Duitse dijk tegenaan kwam. Zodat ze dus niet het water achterom door de Achterhoek Nederland alsnog binnen zou stromen. Dan zie je dat de wiskundige benadering van de werkelijkheid en de echte benadering van de werkelijkheid soms een beetje uit elkaar liggen. Maar goed, op een goede dag besluiten de Duitsers natuurlijk dat ze ook een bescherming willen hebben die vergelijkbaar is met de Nederlandse. En dan is het allemaal weer zinvol. Maar op dit moment is er dus een kleine discrepantie tussen wat officieel zijn we dijken die eens in de 1250 jaar kunnen overstromen. Maar in de praktijk is dat ongeveer oneindig. Wat toch wel een veilig gevoel is natuurlijk. Oké, laten we kijken naar de droogte. Droogte is een heel groot issue. En een heel ingewikkeld issue is ook. Want droogte, ten eerste is droogte een ontzettend slecht gedefinieerd begrip. Ik gebruik hier de simpelste definitie die er bestaat. En hoe laat is het eigenlijk? Het is 8:08. Ah, oké, prima. Prima. Dan loop ik op schema. Dat is gewoon gebrek aan regen. En dat noemen we meteorologische droogte en dat is gewoon heel simpel. Maar dat is natuurlijk helemaal niet de meest relevante maat voor droogte. Bijvoorbeeld hier in het oosten van Nederland, als we kijken naar de trends over de afgelopen 100 jaar of zo,
dan zien we dat de hoeveelheid regen helemaal niet veranderd is in de zomer. Maar wat wel veranderd is, is dat het warmer geworden is. Ja, nogal wie dus. Maar ook dat er meer zonneschijn is gekomen. Dat is een heel duidelijke trend naar meer zon sinds het begin van de metingen van de zonnestraling, in de jaren 50. En die twee factoren samen, die zorgen ervoor dat er veel meer verdamping is. En als er meer verdamping is en er is evenveel regen, dan heb je dus droogte. En dat is niet droogte in de meteorologische betekenis van minder regen, maar dat is wel droogte waar planten last van hebben. En bovendien heb je natuurlijk hier het probleem dat je op de zandgronden zit en dat je hoog zit. En ik kom zelf uit Gouda en daar draai je gewoon een kraantje open en dan komt er rivierwater binnen. Ja, dat red je dus hier niet, want je bent, nou ja, mijn buitenlandse collega's lachen me vrolijk af als ik 10, 20 meter boven NAP hoog noem. Maar dan, we zitten hier hoog, hè, voor Nederlandse begrippen. En dus is hier de natuur en de landbouw heel gevoelig voor juist die extra verdamping die je krijgt. En ja, dat hebben we een paar maanden geleden gepubliceerd. Dat er dus, tot dan toe was het KNMI-standpunt dat er gemiddeld over heel Nederland geen trend in droogte is. Maar dat hebben we dus bijgesteld, dat er in het zuiden en het oosten wel degelijk een trend is naar meer droogte. En niet omdat het minder regent, maar omdat er meer verdampt. Dus, maar hier hou ik me eventjes bij de simpelste definitie. En dat is namelijk gewoon minder regen, voor het gemak. En dit is wat er tot nu toe is waargenomen aan trends in regen. Dus dit zijn fracties per graad Celsius, dus 25 is 25% per graad wereldwijde opwarming. En aangezien we net iets meer dan 1 graad wereldwijde opwarming hebben, is het ongeveer 30% meer regen aan de rechterkant en 30% minder regen aan de linkerkant. En dit is wat de klimaatmodellen ervan maken. Nou, op het eerste gezicht denk je dat lijkt niet op elkaar, maar als je een beetje zorgvuldig kijkt, dan zijn er toch wel behoorlijk wat gebieden waar het best wel overeenstemt, tot mijn verbazing moet ik zeggen. Middellandse Zeegebied hier. Nou, het is een beetje patchy, maar dat is duidelijk aan het uitdrogen. Dus in de winter, nou, in de zomer regent het daar niet, dat is makkelijk. Maar in de winter regent in het Middellandse Zeegebied gewoon gemiddeld minder dan vroeger. En er zijn mensen die bijvoorbeeld de problemen in Syrië eraan koppelen dat het daar gewoon al 10 jaar systematisch minder regent. En de boeren het daar gewoon heel moeilijk hadden. En ja, het regime daar geen vreedzame oplossingen heeft voor dat soort problemen. Een ander gebied wat veel minder bekend is, is West-Afrika. Daar zie je dus ook een afname van de neerslag in de modellen en in de waarnemingen. En dat is heel duidelijk. De Sahel, waar mensen het over hebben, is eerder een toename. Kijk maar. Dus die verwoestijning die je hebt, nou, de Sahara heeft de neiging naar het noorden te wandelen. Dus aan de noordkant wordt het droger, maar aan de zuidkant wordt het juist natter. Dus dat gaat voor hun gelukkig de goede kant op. En er zijn nog twee hele kleine plekjes. De ene is hier het uiterste puntje van Australië bij Perth. Oeps. Kijk eens. Het klopt. En daar zijn we dus heel blij mee dat het klopt. Want dan heb je het idee dat je begrijpt wat er aan de hand is. En hetzelfde geldt voor het zuidelijkste puntje van Zuid-Afrika hier. Dat heeft een heel ander klimaat dan de rest van Zuid-Afrika. Omdat daar juist in de winter de neerslag valt van winterdepressies die hier over de zuidelijke oceaan gaan. Terwijl de rest hier is meer subtropisch en heeft de grootste neerslag in de zomer. En ook als je daar in de modellen kijkt, ja, het ziet er op detail net iets anders uit. Maar met een beetje goede wil kan je zeggen dat daar dus de modellen en de waarnemingen goed overeenkomen. En hetzelfde geldt hier voor Chili. Een Chileense collega van mij die heeft me uitgelegd dat het daar heel erg veel droger geworden is en dat de modellen dat ook heel goed voorspeld hebben. En daar waren ook vorig jaar gigantische bosbranden in Chili. Ik weet niet of jullie dat meegekregen hebben, maar het ging daar behoorlijk mis. Nou, er zijn ook een heleboel gebieden waar het absoluut niet overeenkomt. Bijvoorbeeld dit gebied hier in Australië, waar het veel meer is gaan regenen en niemand snapt waarom. Oh ja, en hier in het noorden is het meer gaan regenen. En dat laten de modellen ook zien. Dat is ook algemeen bekend. En het andere is hier die regen in de Verenigde Staten. Maar dat zou dus de recycling kunnen zijn van dat irrigatiewater. Hoewel ik het wel erg veel vind hoor, voor irrigatie. Maar goed, moet mijn collega maar vertrouwen dat hij het goed heeft doorgerekend. Dus droogte kan je laten zien in West-Afrika, Middellandse Zeegebied, Chili, zuidelijk deel van Zuid-Afrika en dat hele kleine puntje Zuidwest-Australië. Maar een heleboel andere plekken waar je dus grote droogtes gehad hebt de laatste tijd, dat is eigenlijk helemaal geen trend. Bijvoorbeeld, er was in 2015 een grote droogte in Ethiopië, in 2016 in Kenia en in Somalië. Daar hebben we uitgebreid onderzoek naar gedaan. We konden niets vinden, geen relatie met het broeikaseffect.
tot grote chagrijn van de regering daar, die een manier had, die hoopte dat ze al heel veel geld zouden kunnen binnenkrijgen als compensatie voor de schade die de westelijke landen aan hen hadden toegebracht. Maar we konden het er niet uitkrijgen. Dus ja, dan moet je eerlijk zijn en zeggen van ja, sorry, maar dit is gewoon toeval tot nu toe, het spijt ons. En eigenlijk, ja, als je eerlijk bent en je kijkt van waar er echt honger is in Afrika, dan is dat in alle landen waar de oorlog is of burgeroorlog is. Dat is verreweg de belangrijkste factor. Dat, nou, onze Rode Kruis-collega's zeggen dat ook altijd. Dat heeft heel weinig met klimaatverandering te maken en alles met burgeroorlog en instabiliteit. Somalië, Zuid-Soedan, West-Afrika, westelijke Sahel, dat soort gebieden. Zuidoost-Australië, bosbranden. Ik begreep dat, daar een, dat jullie daar erg in geïnteresseerd waren. Dus ik ga daar iets dieper op in. Het was eigenlijk een vreemde situatie. Want ik had overleg met mijn medeleider van een heel losvast gezelschap. We noemen ook onszelf World Weather Attribution. En dat is een Freddy Otto in Oxford. En wij zijn gespecialiseerd dus in het snel doen van dit soort studies, dat ze zo relevant mogelijk zijn, de resultaten. En normaal gesproken betekent dat we hele simpele dingen doen, zoals hitte of kou of veel regen of weinig regen, maar niets ingewikkelds. Maar we zaten elkaar begin januari, hadden we elkaar op de Zoom en we keken elkaar aan en we hadden zoiets van, jongens, dit kunnen we gewoon niet doen. Dit is te belangrijk, ook de politieke achtergrond natuurlijk in Australië. Er was nog geen enkel artikel wat liet zien dat er een verband is tussen bosbranden en het broeikaseffect. En er werd door politici allerlei dingen geschreeuwd. En we dachten dat we misschien in eindige tijd, of in redelijk korte tijd, daar een wetenschappelijk antwoord op konden geven. Dus toen hebben we besloten het toch maar te doen. En ik was de enige die tijd had, dus ik mocht het leiden. En we hadden er 4 weken voor uitgetrokken. 8 weken later, het was toch een stuk ingewikkelder dan ik gedacht had, hebben we het opgestuurd naar een tijdschrift en een persconferentie gegeven met de resultaten. En 1 week later was er een bijeenkomst op de Bureau of Meteorology hier in Melbourne, daar ook geloof ik, of die, een van die twee punten, waar allerlei politici en commissies en zo zich lieten informeren over het verband tussen broeikaseffect en bosbranden. En die Australiërs konden daar keurig met onze resultaten wapperen. En als we het dus meer dan een week later hadden uitgebracht, dan was het gewoon niet nuttig geweest. Het enige probleem is dat we het redelijk slordig hebben opgeschreven, of ik vooral. En we krijgen nu allemaal hele negatieve reviews dat het niet netjes is opgeschreven, het wetenschappelijk artikel. Dus daar baal ik een beetje van. Maar goed, daar zal ik er toch een antwoord op moeten geven. Maar ik weet heel zeker dat de getallen kloppen en dat vind ik ook belangrijk. Nou, hoe hebben we dat toen uitgerekend? We hebben in dit gebied gekeken hier, waar de meeste bosbranden waren. Dat is ook het dichtstbevolkte gebied van Australië. Het waren niet de grootste bosbranden in vierkante kilometers en al dat soort dingen. Maar het was wel een gebied waar erg veel mensen woonden. En jullie weten dat een paar jaar geleden hebben ze in Australië een nieuwe categorie bosbranden ingevoerd. Want ze hadden daar dus gewoon een aantal, een schaal van bosbranden, tot ernstig. En de keuze was altijd, zeggen mijn Australische vrienden, van je maakt een keuze. Of je vlucht, of je blijft bij je huis en je verdedigt het. Maar je gaat dus niet van gedachten veranderen halverwege, want dan ben je het haasje. Want zo'n bosbrand gaat 50 km per uur en die haalt je gewoon in. En toen was het de Black, ze hebben allemaal van die mooie namen, Black Friday, Black Saturday, een paar jaar terug. Toen bleek dus dat de hitte tegenwoordig zo groot is dat er bosbranden zijn, waardoor je gewoon je huis niet meer kan verdedigen. Zelfs niet met een paar kubieke meter watertank die iedereen daar in zijn achtertuin heeft. Je houdt de boel gewoon niet heel. En toen hebben ze een nieuwe categorie ingevoerd, catastrofaal. En dat betekent iedereen weg. Ook al heb je een watertank, wegwezen. En dat bleek dus heel hard nodig, omdat door die extra hitte gewoon de bosbranden heviger zijn, de temperaturen hoger zijn. Maar het is best wel indrukwekkend. Ik was daar bij vrienden op bezoek in Adelaide een paar jaar terug. En die parkeren dus altijd met de neus van de auto naar de weg toe. En een tas achterin met paspoorten en fotoalbums en alles. Voor het geval er een bosbrand komt. Dat is echt, dat moet. Maar goed, dit gebied is dus, was ons gebied. En we keken daar naar de droogte, naar de temperatuur en naar de kans op bosbranden. En de kans op bosbranden is natuurlijk alleen maar de kans op bosbranden door weer. En daar hebben de Canadezen ooit een hele mooie wiskundige formule voor gevonden, de Fire Weather Index.
En die beschrijft de variaties van jaar tot jaar in hoeveel er afbrandt heel erg netjes. Dus die gebruiken we, die gebruiken de Canadezen ook voor voorspellingen en een heleboel andere landen. En die, we kijken dus of er een trend zit in die Fire Weather Index. Maar om te begrijpen waar die trend vandaan komt, kijken we ook naar de onderliggende factoren. En de belangrijkste factoren zijn de hitte en de droogte natuurlijk. Dan eerst naar de droogte kijken. En dat hebben we op twee tijdschalen bekeken. De eerste is het hele jaar, want 2019 was het droogste jaar ooit in dat gebied. En de manier waarop we naar kijken, een hele vreemde manier misschien, maar hier, die blauwe strepen zijn allemaal waarnemingen. En hier staat uitgezet hoeveel procent verandering er is in de kans op een extreem droog jaar. Dus, dit is de percentage afname van regenval van dat extreem droge jaar. Dus dit betekent hier 20% minder regen. En de horizontale as laat zien wat 95% kans is dat je daar binnen zit. We hebben 3 datasets. En we hebben van die datasets ook nog op 2 verschillende manieren geanalyseerd. En dan zie je dat er een tendens is naar meer droogte. Maar hij is niet statistisch significant. En we kunnen uiteindelijk er niet iets echt met heel erg hard over zeggen. Dit zijn klimaatmodellen waar we naar hetzelfde kijken. En we hebben zoveel mogelijk klimaatmodellen bij elkaar gescharreld. En naar dezelfde jaarlijkse neerslag gekeken in dat gebied. En ja, die fluctueren gewoon om 0. Dus maakt, als je dat allemaal hier bekijkt, dan kom je gewoon op 0 uit. En dat betekent dat het stuk wat we begrijpen, wat dus door de klimaatverandering komt, is 0. En dan is er of een natuurlijke fluctuatie, wat het meest waarschijnlijk is, of iets anders, waardoor de waarnemingen misschien ietsje droger zijn. Maar dat komt niet door klimaatverandering, want als het door klimaatverandering zou komen, dan zouden onze modellen het ook laten zien. En die laten het niet zien. Dus de conclusie is dat er geen trend is naar meer droogte door klimaatverandering in Zuidoost-Australië. Het kan zijn dat er een trend is door iets anders, maar daar doen we even geen uitspraak over. Waarschijnlijk is het gewoon puur toeval, want deze balk gaat echt over 0 heen. En die witte dingetjes, dat zijn nog wat extra onzekerheden die we proberen op een nette manier in mee te nemen. Nou, hetzelfde kunnen we doen voor droogte binnen het bushfire seizoen. Want het grappige is dat die Fire Weather Index helemaal niet gevoelig is voor regen in de winter. Is eigenlijk alleen maar gevoelig voor regen in het bushfire seizoen zelf. En het bushfire seizoen is het voorjaar en de zomer. Dus dat is september tot februari. In mei brandt het daar niet. En als je daarnaar kijkt, dan zie je eigenlijk dat de waarnemingen dus ook geen trend hebben. De modellen geen trend hebben. En het is heel simpel, we vinden geen trend in droogte in Zuidoost-Australië die van invloed is op de bosbranden. Dus dat is een nulresultaat. Dan kijken we naar hitte. Nou ja, hitte zou je verwachten dat daar wel een trend in zit, precies wat we vinden. En alleen het enige probleem is, wat ik ook al in het vorige plaatje liet zien, is dat dus de waargenomen trend veel groter is dan de voorspelde trend. Als je hier kijkt naar de trend in de modellen, is dat rond de 1 graad op van tot nu toe. En in de waarneming is dat eerder 2. Dus, maar omdat de modellen de opwarming onderschatten, kunnen we geen beste waarde geven voor hoeveel waarschijnlijk het geworden, alleen een ondergrens geven. Omdat die ondergrens zeker is, maar de middelste waarde niet. En als we dan kijken naar die Fire Weather Index, dan hebben we veel minder modellen, want daar moet je heel veel meer gedetailleerde data voor hebben. Maar de waarnemingen laten ook een hele grote toename zien van het risico op bosbranden. De modellen een veel minder grote toename. En alweer die grote discrepantie tussen waarneming en modellen. En vanwege die discrepantie zeggen we tenminste 30%, maar we denken dat het veel meer is. De conclusie was op basis van de modellen dat je dus een ondergrens hier hebt van 30%. Maar je kan zien dat dat gewoon echt een hele, hele ruime ondergrens is waarschijnlijk. En dat het werkelijke effect echt vele malen groter is. Maar dat kunnen we niet hard maken. Dus ja, dan kan je het ook niet claimen. En dan moet je dat ook niet doen, vind ik. Het enige wat nu nog overblijft is de tekst literair wat beter maken. En wat meer netjes wetenschappelijk opschrijven. En dan hoop ik dat het artikel alsnog geaccepteerd wordt. Maar ik moet toegeven dat het met 4 reviewers toch een behoorlijke vervelende klus is om dat allemaal goed te krijgen. Dan, orkanen. Nou, een van de dingen die echt duidelijk zijn van orkanen is dat ze veel meer regen geven. Dit is een foto van Harvey in 2017, die hebben we ook geanalyseerd. En daar zag je dat heel erg duidelijk. En de grootste schade van de meeste orkanen komt door de regen. Dat is 60-70% van de schade. Hangt wel erg van de orkaan af. Het
een paar weken terug was er Laura in de VS, die ging heel erg hard. En daar was het voornamelijk windschade. Maar de meeste, en Harvey was natuurlijk heel uitzonderlijk, want die bleef 3 dagen boven Houston hangen. En daar ging 40 centimeter regen naar beneden. Dat is zoveel water. Dat is gigantisch. Zeker als je een beetje heuvels hebt en het allemaal naar het laagste punt gaat, waar het ineens zoveel water wordt. Wat je dus hier ook heel keurig kan zien. En daar zijn alle modellen en waarnemingen en iedereen het over eens dat je dus meer regen krijgt van orkanen. En waarschijnlijk krijg je ook meer wind van orkanen. Dit is de windschade op Sint Maarten van orkaan Irma. En windschade is over het algemeen een stuk minder dan de regenschade, maar dat hangt dus inderdaad erg van de orkaan af. En natuurlijk, de wind bepaalt ook de stormvloed. Dus de opzet aan de kust, de orkaan aan de rechterkant het water naar de kust toe duwt. En op dit moment is er een orkaan, welke is het ook alweer? Volgens mij was het Ted, maar ik weet niet helemaal zeker meer. Die gaat nu richting Mobile. New Orleans wordt net gespaard, gelukkig. Aan de kust van Louisiana. En het laatste effect is de aantallen. En de modellen laten zien dat er waarschijnlijk geen verandering is in het aantal orkanen. Dus je krijgt wel meer sterke orkanen, maar dat wordt gecompenseerd door minder niet-sterke orkanen. Of dat er zelfs een kleine afname is. Maar dit jaar gaat het een beetje mis. Dit plaatje had ik gisteren al gemaakt. Vandaag is nog erger. Vandaag zie je dus in de Noord-Atlantische Oceaan 2 categorie 2 orkanen, 3 tropische stormen. 5 actieve systemen tegelijk in de Noord-Atlantische Oceaan. En ze zijn nu dus bij de V, want de AL21 is ondertussen Vicky geworden. En nog eentje en ze moeten de Griekse letters in. Dat is nog maar 1 keer eerder voorgekomen in 2005. Dus dat er geen trend is naar meer orkanen of meer tropische stormen, dat is allemaal heel leuk theoretisch. Maar als je dit zo ziet, dan begint je toch een beetje te twijfelen of dat echt wel zo is. En of er niet toch een trend is. Daar moet je natuurlijk vreselijk mee uitkijken. Want we hebben nu satellieten, dus elke storm wordt opgepikt. En voor 1979, ja, als het een heel klein stormpje was die 2 dagen bestond, dan was de kans groot dat niemand hem zag. Dus dan krijg je automatisch een stijgende trend zonder dat er echt iets veranderd is in het klimaat. Gewoon omdat je betere waarnemingssystemen hebt tegenwoordig. En er zijn mensen die daar heel erg goed in zijn en dat heel erg goed berekenen. Maar hier hebben we dus Paulette, René, Sally, Teddy en Vicky tegenwoordig. Het is belachelijk, eerlijk gezegd. En net op die dag dat het hier ook al belachelijk heet is. En klimaatverandering is toch gewoon, ja, nou, dit klimaatverandering is, weten we dus niet, het aantal. Want zoals ik al zei, de modellen voorspellen niet dat er meer tropische stormen komen. En dit is geen signaal van klimaatverandering. De hitte in Nederland in september wel, uiteraard. De septemberhitte houdt zich gewoon keurig aan alle regeltjes. De wereld wordt warmer, Nederland wordt warmer, de herfst wordt warmer en de heetste dagen in september worden warmer. Ongeveer 1,6 graden heb ik in de trein hier naartoe even uitgerekend. Dus, conclusies. Niet alle extremen worden erger. Er zijn een heleboel mensen die zeggen, alles wordt erger. Nee, is niet zo. Helaas, de wereld is gecompliceerder dan je zou denken. Koude golven nemen af. Ja, ook niet zo heel erg verrassend in de opwarmende aarde eigenlijk. Je krijgt minder hevige sneeuw-events, behalve dus heel erg hoog in de bergen en in Moskou en in Scandinavië, waar het echt heel koud is. Hittegolven, zou je denken, dat simpel moeten zijn, blijkt in de praktijk vreselijk tegen te vallen. En het zijn veel ingewikkelder dan je zou denken, omdat ze ook van allerlei lokale factoren afhangen, zoals irrigatie. En een heel mooi voorbeeld vind ik altijd de thermometers in Madrid en Dublin. Die staan in zo'n mooi stadspark, Retiro in Madrid en Phoenix Park in Dublin. En daar zie je hele vreemde stijgingen en dalingen in de matrix. En mijn interpretatie is dat 100% afhangt van het schema van de sproeiing van het gazon daar. En niets met klimaatverandering te maken heeft. Dus die metingen gebruiken we niet. We gaan naar vliegvelden toe, waar er minder gesproeid wordt. Extreme zomerbuien. Een paar jaar terug, een collega van me heeft daar heel veel werk aan gedaan. 10 jaar terug was dat nog helemaal niet duidelijk. Maar tegenwoordig, alle boeren en alle rioolmensen vertellen je, die worden echt veel heviger. Wat ook wel logisch is, als je naar Frankrijk gaat en je kijkt hoe groot daar de putten in de weg zijn. Bij ons zijn ze zo bij zo, in Frankrijk zijn ze zo bij zo. Daar is een reden voor. Nou, die buien die komen dus naar het noorden, die komen naar ons toe. Wij krijgen meer Franse buien. De grootschalige winterneerslag in Nederland neemt toe, ook de extremen nemen sterk toe. Dat zie je al in de Bosatlas. Droogte, ja,
is ingewikkeld. Ten eerste zijn er heel veel verschillende definities van droogte. Houden we ons bij de simpelste definitie, namelijk een afname van de hoeveelheid neerslag, dan zijn er een paar gebieden waar je het aan klimaatverandering kan koppelen. Maar dat zijn er niet zo gek veel. En een heleboel andere gebieden waar dus ja, hele nieuwswaardige droogtes waren, blijkt dus dat dat helemaal niets met klimaatverandering te maken heeft. En dat is ook een uitkomst die we gewoon accepteren in ons onderzoek. Van het kan ook zijn dat er gewoon geen verband is. En dat is net zo goed een relevante uitkomst. En als dat dan hele grote problemen heeft opgeleverd, zoals in Kenia in 2016, dan betekent dat dat land niet goed voorbereid is op droogtes die gewoon zo nu en dan voorkomen. En dat is niet omdat er klimaatverandering is, maar dat heeft allerlei andere oorzaken. En daar kan je ook wat aan doen. Sterker nog, daar kan je misschien op veel kortere termijn wat aan doen dan aan klimaatverandering. De kans op bosbranden wordt groter in mediterrane gebieden door de temperatuurstijging. In Australië vonden we dus geen trend in de droogte, maar wel in de temperatuur en daardoor een toename van de kans op bosbranden. Maar omdat de modellen niet goed genoeg zijn, konden we die dus niet echt pinpointen, maar konden we alleen een ondergrens geven. In boreale gebieden zoals Siberië en Noord-Zweden en zo, dus ligt het nog veel ingewikkelder. Want daar heb je in de zomer ineens open water in plaats van ijs ten noorden daarvan, omdat het zeeijs zo hard aan het smelten is. En dat open water verdampt en het regent er ineens een stuk meer. Dus je hebt twee compenserende factoren daar. Enerzijds wordt het warmer, wat meer bosbranden zou geven. Anderzijds wordt het natter en dat geeft minder bosbranden. En het is helemaal niet duidelijk welke van die twee factoren wint. En we kunnen dus op dit moment de bosbranden in Siberië niet toeschrijven aan klimaatverandering. Ook weer een resultaat wat niet voor de hand ligt, maar wel zo is. En orkanen, ja, die geven zeker meer regen, waarschijnlijk meer wind. Aantallen lijken niet te veranderen, hoewel dit jaar je toch het gevoel krijgt dat er iets mis is. Maar dat kan ook gewoon een statistische uitschieter zijn. Maar netto, ja, extreme veranderen wel heel duidelijk. Maar het is niet simpel, het is behoorlijk gecompliceerd en je moet behoorlijk wat moeite doen om uit te vissen wat er echt aan de hand is. En wij proberen die moeite te doen. Dankjewel. Dankjewel, Geert-Jan. Echt een heel mooi verhaal met ook allemaal implicaties naar politiek en naar de praktijk. Ik geef jullie graag de gelegenheid om vragen te stellen. Ik heb er zelf ook wel een paar. Maar zullen wij afspreken dat als jij denkt het gaat niet, ja, dat je dat aangeeft? Nee, het gaat niet goed weer. Ja? Oké. Okay. Ja. En ook als je een glaasje water wil, dan... Ja, nee, dan pak ik dat. Maak jij zorgen. Oké. Okay. Dan eerst even iets over het is niet allemaal zo simpel. Voor concept. Als jullie in mei inderdaad gaan naar Australië, de kans op bosbranden is dan heel erg klein. Eigenlijk bijna nihil, denk ik. Ja, het is eind van de herfst, bijna winter. Precies. iets anders over die bosbranden in Australië. Ik las ergens dat ze heftiger zijn als het jaar daarvoor nat is geweest. Dat geldt voor veel mediterrane gebieden. Ja. Ik weet niet of dat voor Australië ook zo is, maar dan heb je in principe heb je dan meer brandstof. Ja, omdat planten meer groeien. Ja. En... ja. Okay. Maar ik kon het niet terugvinden in de data. Ah, en de data zijn alles voor jou, want je bent een echte wetenschapper. Ik moet ook zeggen dat Geert-Jan de enige persoon, ja, eigenlijk ben jij de persoon achter de Climate Explorer van de KNMI. Ja. 13.000 gigabyte aan data, ja, waar duizenden mensen over de hele wereld mee werken. En er is maar één persoon die dat allemaal beheert. Je kan alles met alles correleren. Ja, nou, dat is echt ongelooflijk. Maar je bent dus een echte wetenschapper en dat hebben jullie ook wel gemerkt aan het verhaal. Wat mij dan opvalt is dat ik denk... je wilt ook graag dat met die gegevens, met die data, met die conclusies die je hebt gevonden, dat daar iets mee wordt gedaan, dat er beleid mee wordt gemaakt. Dat regeringsleiders, ministers iets doen om te zorgen dat het beter wordt. Ja, is dat dus niet heel frustrerend dat dat heel vaak niet gebeurt? Nou, weet ik niet. Dus de reden dat we die snelle attributiestudies doen, er zijn drie redenen. Ten eerste wordt het KNMI meestal platgebeld door mensen die willen weten hoe dat werkt. Ja. En als ik dat kan uitrekenen, wie ben ik om te zeggen, ik ga het niet uitrekenen, want dat doen we vandaag niet. Mm-hmm. Dus gewoon antwoord geven op de vragen, vind ik toch. Als de samenleving betaalt mijn salaris. Als de samenleving wil weten hoe het in elkaar zit, dan vind ik toch, voel ik me al een beetje verplicht om dat dan ook weer uit te zoeken en terug te rapporteren.
Ten tweede is het zo dat vaak dus na een ramp wordt er nagedacht om de volgende te voorkomen. In Australië al die commissies om bosbranden te bestuderen. Na de overstroming in de Seine was er 3 maanden later, moest er een rapport klaarkomen hoe overstromingen op de Seine geminimaliseerd konden worden. Dat soort dingen. Ja, op die termijn van een paar maanden wordt vaak door beleidsmakers worden rapporten besteld om te vragen van hoe gaan we hier nu mee om. En als je dus in die termijn van 1 of 2 maanden resultaten kan boeken en opschrijven, dan kan je daar een positieve rol in spelen. In principe zijn natuurlijk de beslissingen die je moet nemen, moeten gebaseerd zijn op de projecties. Want een attributie is alleen maar in het verleden en daar heb je niks aan voor de toekomst. Maar het blijkt psychologisch gezien dat als jij kan zeggen van ja, de kans op dit soort gebeurtenissen is al toegenomen en zal alleen nog maar erger worden. Mm-hmm. Dat mensen eerder bereid zijn om maatregelen te nemen dan als je alleen maar zegt van kijk eens, onze klimaatmodellen laten zien dat het in de toekomst erger gaat worden. Ja, dus je denkt de snelheid waarmee jullie inderdaad wetenschappelijke rapporten kunnen presenteren, maakt dat beleidsmakers ook geneigd zijn om ze inderdaad te gebruiken. Ja, omdat de termijn, tenminste zeggen onze collega's die daar contact mee hebben, ik doe het rekenwerk, simpel. Ja. En wij schrijven het wetenschappelijk op en we laten het aan andere mensen over om die vertaalslag te maken. Dus jij wordt niet verbitterd zoals Hensen, die jij in het begin noemde, die in 1981 al voorspelde dat er rampen zouden gaan gebeuren. Dat heb jij niet. Nou, het derde punt waarvan we het doen is dat er toch ook veel psychologische literatuur is, dat mensen het heel moeilijk vinden om nu actie te ondernemen om iets in de toekomst te voorkomen. Kijk naar roken en longkanker. Dat verband is nu al 50 jaar hartstikke duidelijk. En toch vinden mensen het heel moeilijk om op een 20ste niet te roken, omdat ze op een 50ste longkanker kunnen krijgen. Mm-hmm. En hier werkt hier natuurlijk precies hetzelfde. De echte grote risico's liggen in de toekomst. Maar door deze attributie, door het koppelen van extreem weer nu aan klimaatverandering nu, wordt het probleem veel meer tastbaar. De psychologen noemen dat immediacy. Mm-hmm. En onderzoek in de Verenigde Staten onder andere heeft laten zien dat mensen dus meer bereid zijn om moeite te doen om het klimaat, om de uitstoot van CO2 terug te dringen en klimaatverandering te minimaliseren door ons soort werk waarin we dus de extreme weer koppelen aan klimaatverandering. En dat is de derde reden om het te doen. En ik denk dat wij impact hebben, ja. Ja. Peter, zou ik jou mogen vragen om dat filmpje te starten? Ik laat jullie een heel kort filmpje zien, 19 seconden, waarin Trump gisteren iets vertelde over, sommige mensen hebben het al gezien, over de bosbranden in Californië. En naar aanleiding daarvan heb ik een vraag. If we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management, we're not going to succeed together protecting Californians. Okay. It'll start getting cooler. You just watch. I wish science agreed with you. Hey, well, I don't think science knows, actually. Ja, ten eerste ontkent COVID. COVID ging toch ook weg in april en toen in mei en toen in juni. En ten tweede is het ook een ontkenning van de wetenschap. Doet dit jou geen pijn aan je wetenschappelijke hart? Tuurlijk, ik bedoel, maar het grappige is dat toen Trump gekozen werd, toen vroegen allemaal mensen van die klimaatwetenschappers, is dit iets vreselijk voor het klimaat? En iedereen die ik ken zei, nee, dit is vreselijk voor de waarheid. Het concept waarheid wordt hier totaal overboord gegooid en dat is nog veel erger dan het klimaat. Ja, dat ben ik op zich met je eens inderdaad, ja. Maar die klimaatontkenning die hij ventileert en die heel veel mensen hebben. Ja, maar ook zelfs in de VS is nu ondertussen 70% van de mensen het ermee eens dat het een groot probleem is. Ja, dat is waar. Ik bedoel, de politiek misschien nog niet en de plutocraten, zullen we maar zeggen, en de kolenmaatschappijen, maar de oliemaatschappijen zijn allemaal om maar een voorbeeld te noemen. Dat is waar. En er zit wel degelijk wel behoorlijk schot in de zaak. Ja, gelukkig. Vragen van jullie. Steek je hand op als je een vraag hebt. Daar. U moet schreeuwen, want ik mag niet met een microfoon naar u toe komen. Even de vraag herhalen graag. Of er een verband is tussen de opwarming van de aarde en de verandering van de straalstroom. Er is een vrij speculatieve theorie dat de straalstroom meer zal gaan slingeren door de opwarming van de aarde, door het afgenomen temperatuurcontrast tussen de Noordpool en de lagere breedtegraden.
Dat kunnen we niet terugvinden in de waarneming, kunnen we ook niet terugvinden in de modellen en kunnen we ook niet terugvinden in de theorie. Want in de theorie blijkt ook dat op hogere hoogte, de hoogte van de straalstroom, dus 8 kilometer hoogte, daar is het net omgekeerd, want daar warmen de subtropen juist veel meer op. Omdat vanwege de tropical amplification, alle regen die daar condenseert in de tropen. En we verwachten het niet, we zien het niet en de modellen laten het niet zien. Dus ik vind het een zeer speculatief verband en we zien het gewoon niet terug. Sterker nog, in Europa in de winter zien we juist een shift naar meer westelijke stroming. Dus meer zonale stroming, meer wind uit het westen, meer regen, meer zachte winters. Ja, zoals we de laatste jaren hebben gezien eigenlijk. En minder blokkades boven Scandinavië die een mooie Elfstedentocht geven. Laat ik eerst even kijken of er nog andere vingers zijn. De vraag is of het ontdooien van de permafrost, wat dat met het klimaat doet. Ja, dat is dus niet het fysieke klimaat, maar de koolstofkringloop. Dus doordat het warmer, ontzettend snel opwarmt in Siberië, ontdooit daar dus de wat vroeger permanent bevroren bodem was. In Zwitserland trouwens ook in de bergen. En daaronder zit een heleboel methaan. En methaan is een heel krachtig broeikasgas. En er zijn dus, er is dus de mogelijkheid dat heel veel van die methaan de atmosfeer in komt en het broeikaseffect zal versterken. Tot nu toe zie je dat niet terugkomen. Er is wel een versterking van de hoeveelheid methaan in de atmosfeer, maar dat is voornamelijk de olieindustrie, blijkt toch. Hoewel ze het ontkennen. En dus dat methaan wordt nog redelijk efficiënt in CO2 omgezet voordat de atmosfeer ingaat. Maar als het hard gaat, dan kan dat inderdaad ineens heel veel methaan geven. En in het geologisch verleden denken we dat dat ook een paar keer gebeurd is. Dus het zou niet de eerste keer zijn. Maar op dit moment is nog onduidelijk of dat echt inderdaad plotseling een grote versterking van het broeikaseffect gaat geven of dat het wel meevalt. Even hierop inhakend, tijdens de Week of Inspiration in november komt jouw collega Peter Kuipers-Munneke, ook weerman op televisie, hier vertellen over het smelten van de ijskappen op Groenland en Antarctica en wat dat voor gevolgen voor het klimaat heeft. Dus nog een avond over een vergelijkbaar onderwerp. Daar zag ik een vinger. Ja. Nee, op dit moment ja. Zijn er theorieën over de onverwachte opwarming van hittegolven in Noordwest-Europa? Ja, precies. Ja. Ik heb een waslijst van hypotheses wat het zou kunnen zijn. En klimaatonderzoek is heel anders dan voor theoretische fysica. In theoretische fysica is het zo dat als je een oplossing hebt, dat het meteen dé oplossing is. Omdat het heel moeilijk is om iets te vinden wat enigszins in de buurt komt. In klimaat is net omgekeerd. Het is heel makkelijk om 10 mogelijke mechanismes op te schrijven en de grote truc is uit te vinden welke van de 10 in de praktijk echt relevant is. En dat moet ik nog doen. Maar het kan zijn dat de warmte, vaak komt die warmte uit het zuiden, dat die brongebieden niet goed beschreven worden, dat transport niet goed beschreven wordt, dat de menging hier niet goed beschreven wordt, dat de bewolking fout gaat, dat de vochtbalans fout gaat, dat de reactie van de planten fout gaat. Ik kan ze zo een heleboel uit mijn mouw schudden, maar ik weet niet welke het is. Dat is een van de mogelijkheden, maar het kan ook zijn bijvoorbeeld dat die modellen aan het eind van de middag kleine wolkjes, cumuluswolken laten ontstaan bovenaan de grenslagen die in de werkelijkheid niet zijn. En dat scheelt ook wel een paar graden. En de beschrijving van planten, hoe planten reageren op die hitte. Het kan zijn dat die planten te lang groen blijven in het model en niet snel genoeg vergelen. En dat daarom de temperatuur niet ver genoeg opgaat. Ik weet het gewoon op dit moment nog niet. Moet ik allemaal uitzoeken. Het is heel makkelijk om allemaal hypotheses op te stellen en het is moeilijk om te verifiëren welke het goede is. Ja, uiteraard. Dus de vraag is of we een toename zien van de warmte en verandering van het klimaat door verstedelijking. Ja, dat zien we natuurlijk wel degelijk. Grote steden maken hun eigen klimaat. En het hangt er heel erg van af hoe die steden gebouwd zijn en wat voor eigenschappen ze hebben, in welk opzicht dat is. Buitenwijken die niet al te groen zijn, die zorgen ervoor dat de maximumtemperatuur omhoog gaat, omdat er minder water verdampt. In plaats van een groen weiland heb je dan allemaal asfalt en daken en stoepen en dat soort dingen, waardoor de maximumtemperatuur omhoog gaat. Binnensteden heb je juist de minimumtemperaturen die omhoog gaan, dat is het Urban Canyon effect.
Omdat warmtestraling dan niet naar boven kan ontsnappen, maar naar een gebouw gaat en dat zo hard weer terugstraalt. Dat is lokaal gezien. De meeste thermometers waardoor de mondiale temperatuur uitrekenen, die staan tegenwoordig op vliegvelden. En die staan dus ver buiten de stad en die hebben daar geen last van. De bijdrage van de koeling van irrigatie is volgens mij vele malen groter dan die van de verstedelijking. Maar daar wordt veel minder nadruk op gelegd, want degenen die de verstedelijking benadrukken, die willen alleen maar laten zien dat het wel meevalt. En die willen niet laten zien dat het de andere kant op correcties nodig zijn. Dus die negeren de irrigatie volledig. Wacht, nog even trouwens afmaken. Ja. Uiteraard, de helft van de wereldbevolking woont in steden. Dus als we projecties willen maken die nuttig zijn voor mensen, echte mensen, dan moeten we die verstedelingseffecten wel degelijk meenemen. Want dat is het klimaat wat mensen die de voordeur achter zich dichttrekken beleven en waarmee ze moeten omgaan. En dus is het onze volgende generatie KNMI-scenario's zal dus ook verstedelingseffecten meenemen. Omdat dat gewoon heel belangrijk is voor de mensen die daar wonen. Ja, ja beantwoord? Ja. Oké, ga ik even naar die kant. Peter. Oké, de vraag is hoe ik aankijk tegen de climate engineering. Dus het kunstmatig koelen van de planeet, bijvoorbeeld door vliegtuigen in de stratosfeer te laten rondvliegen en daar zwavel te laten verspreiden, net zoals na een grote vulkaanuitbarsting. Na Pinatubo was het een kwart graad koeler op aarde. En dat zou je dus ook kunstmatig kunnen nadoen. Ik weet er eigenlijk heel weinig van af. Ik zie vooral wat we moral hazard noemen. Ik bedoel, je kan daarbij dus tijdelijk de opwarming stoppen. Maar op het moment dat je ermee ophoudt, dan springt dat natuurlijk weer terug wat het eigenlijk zou zijn. En dat wil zeggen dat je dus wel een commitment voor 100 jaar vliegtuigjes moet hebben. En ja, dat zie ik eigenlijk niet zitten. Ik denk dat het vele malen handiger is om te proberen die CO2-uitstoot gewoon zo snel mogelijk naar beneden te krijgen. En als je gewoon, ik weet niet wie er wel eens de laatste tijd een vliegtuig naar Londen heeft genomen en naar beneden heeft gekeken. Ik vond dat best wel indrukwekkend een paar jaar terug, hoor, wat daar staat aan windmolentjes beneden. En ze gaan er gewoon de hele Noordzee volplempen met de windmolens. Mm. En daar komt een hoeveelheid energie uit. En het gaat ineens echt hard. Wat je 5 of 10 jaar geleden echt niet had kunnen voorstellen hoe hard het gaat. En natuurlijk moet er ongelooflijk veel nog gebeuren, want elektriciteit is maar 20% van de totale energievraag. En we moeten ook alle woningen isoleren en alle gasketels door warmtepompen of iets dergelijks vervangen. En alle industriële processen omgooien. En het is een gigantische opgave. Maar er gebeurt wel wat, eindelijk, na al die jaren. En ja, zoals ik altijd zeg, op even dagen wanhoop ik, maar op oneven denk ik van, nou, het begin is er. En op een gegeven moment gaat het balletje echt rollen. En misschien halen we het nog wel. Nou ja, we halen het natuurlijk altijd. Ik bedoel, 3 graden opwarming is beter dan 4 graden opwarming. 2 graden opwarming is beter dan 3. Dus wat er ook gebeurt, het maakt het minder erg. Ik weet niet of we 2 graden nog halen, maar ruim onder de 3 moet haalbaar zijn. Nog meer vragen. Even jij daar. De vraag is hoe waterdamp werkt. Dat enerzijds is een broeikasgas, maar anderzijds had ik gezegd dat door waterdamp de hittegolven minder ernstig worden. Het ene is waterdamp. Waterdamp is gewoon een heel sterk broeikasgas. Maar omdat de hoeveelheid waterdamp afhangt van de temperatuur, dan klassificeren we het als een feedback en niet als een forcering. Dus als het warmer wordt door extra CO2, dan krijg je automatisch meer waterdamp in de atmosfeer en dat versterkt de opwarming weer verder. En daarom is het dus een positieve feedback op de opwarming. En wat ik bij irrigatie bedoelde, is dat het water gesproeid wordt door de boeren op het land. En dat verdampt tot waterdamp. En dat verdampen kost een gigantische hoeveelheid energie. En die energie is niet meer beschikbaar om verder de temperatuur omhoog te gooien. Dus op het moment dat je vochtigheid hebt, bijvoorbeeld ook in een stad, wat vijvers of bomen, dingen waar die flink wat water verdampen, dan blijft de temperatuur wat lager. En wordt het wat aangenamer qua temperatuur. En dat is dus niet waterdamp, maar dat is het verdampen van water. Een klein probleem is dat bijvoorbeeld in India, een collega van mijn goede collega met wie we samen die studie over India gedaan hadden, die probeerde die irrigatie in zijn klimaatmodel in te bouwen. En die moesten erachter komen of boeren
in mei dus, en begin juni, dus die hele hete tijd voordat de moesson losbarst, überhaupt hun velden besproeien. Dat wist hij niet. Daar is hij ook niet achtergekomen. Dat is natuurlijk elementaire invoer voor je klimaatmodel van wanneer sproeit een boer zijn veld. En dat moet je dus aan die boeren vragen. En dat moet, ja, hij woont in New Delhi en hij heeft zijn uiterste best gedaan om erachter te komen of dat in die buurt de gewoonte is om juist in die tijd te besproeien om nog een extra oogst binnen te kunnen halen. Of dat die boeren het opgeven en zeggen, ja, het is zo warm, er groeit helemaal niks meer, we doen niks die maand. En daar is hij niet achter gekomen. Dus er zijn nog wat kleine hiaten in onze kennis die duidelijk moeten worden opgevuld. Mm-hmm. Even kijken, ik dacht dat ik hier nog ergens een vinger zag. Zo niet, dan mag u nog een keer. Nee, dat is verwaarloosbaar. Wat je wel ziet, heel keurig in de lengte van de dag, dat heb ik nog een keer in een koffiepauze uitgerekend, is dat op het noordelijk halfrond alle blaadjes in de bomen komen. En dan gaat het zwaartepunt naar de reservoirs, de stuwmeren volgaan. Dat de stuwmeren volgaan kan je terugzien in de lengte van de dag. Dan gaat de aarde langzamer draaien. Er is meer massa weg van het zwaartepunt, van de as van de aarde. En dan zie je dat de aarde ietsje afremt. Maar de uitzetting van de dampkring is zo weinig massa dat je dat niet terugziet. Tenzij er nog een laatste vraag is, wil ik jou heel hartelijk danken, Geert-Jan. Ja, dan. Ik vind het echt bewonderenswaardig dat je, ondanks het feit dat je eigenlijk niet zo goed voelt, dit toch helemaal hebt volgehouden en dat je al onze vragen niet hebt beantwoord. Nou ja, je hebt onze bijna vragen beantwoord en dat waarderen wij allemaal heel erg. Daarom een hartelijk applaus voor Geert-Jan van Oldenburg. APPLAUS